This exhibition started using a rather classic approach, initially focused on the historical, cultural interpretation of Francia Media. Gradually, the exhibition evolved into a project that wants to explain to the public how culture played an essential role in European history, in a positive as well as in a negative way. In a negative way, whenever culture and the cultural past are used as political means of power to legitimize ambitions and the drive to conquer. In a positive way, when culture in all its seniority and diversity brings people together and unites them. This double use of culture is an integral part of the legacy of Charlemagne. Waarin ligt nu de bijzondere waarde van deze expositie? Wel, ze geven een overzicht van 2000 jaar Europese geschiedenis. Ze biedt een synthese vanaf het Imperium Romanum via het gigantische eenheidsrijk van Karel de Grote. Langs de Bourgondische eenheidsdroom, de veroveringen van Napoleon, de wereldconflicten van de 20e eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog, de groei, de bouw, de opbouw van het nieuwe Europa na 1945. En het is juist dit synthetische overzicht van onze Europese geschiedenis, bekeken vanuit de eenheid-diversiteit-problematiek, die het uniek is van deze manifestatie. Ik heb nog eens de kaart bekeken van het Rijk van Karel de Grote. Dat is bijna exact het Europa van de zes. Het Europa waarmee alles begonnen is. De Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en Italië. Italië niet volledig, maar tot een stuk beneden Rome. Karel de Grote is keizer gemaakt op kerstdag 800 in Rome. Om u te zeggen hoe dat eigenlijk die zes landen eigenlijk met zijn rijk heel veel te maken hebben. Zijn rijk ging ook wel nog ietsje verder. Tot Bohemen, tot Moravië. Het vandaag stukken van Tsjechoslowakije. Maar dus het Europa van de zes was eigenlijk de basis waarom dat alles gebeurd is.